De ster met een van de oudste instrumenten ter wereld, de blokfluit. En op haar 13e won ze het Prinses Christina Concours. Ze ontving een Edison voor haar debuutalbum. En vorige week nam ze de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs in ontvangst. En als kers op de taart debuteerde ze afgelopen weekend als solist bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Nou, het kwam er een beetje moeilijk uit, maar het was heel wat. Ja, Lucie, gefeliciteerd met al die dingen. Dankjewel. Afgelopen weekend speelde je dus in het Concertgebouworkest, waar ook je vader in speelt. En je kreeg heel veel lovende kritieken. De NRC schreef: het is door het extreem swingende spel van blokfluitiste Lucie Horsch dat je alsnog de omstandigheden vergeet. Want die waren niet per se heel goed. Nee, ja, het is dan ook nog de vraag of je als muzikus zelf de omstandigheden vergeet op het moment dat je daar aan het spelen bent voor een lege zaal. Hoewel de koningin en koningin wel aanwezig waren. Dus dat droeg heel erg bij aan het feestelijke gevoel van de mensen die nog op de balkons mochten luisteren. Maar het is natuurlijk heel dubbel. Je geeft een concert, je bent hartstikke blij om weer te kunnen doen waar je zo van houdt en waar je passie ligt. Maar tegelijkertijd weet je de situatie in Nederland dat er heel weinig muzici zijn die op dit moment de kans krijgen om nog te kunnen optreden. Dus ja, dat is natuurlijk... Maar kwam je in je ritme? Kon je spelen voor een lege zaal? Alleen met de koning en de koningin? Uiteindelijk wel. Ik denk dat het toch wel heel feestelijk was. En met name omdat ik inderdaad 3 maanden lang gewoon niks mocht doen, voelde het echt als een beloning om weer op een podium te mogen staan. Had je het gemist? Heel erg, ja, ja. En op een gegeven moment word je ook gek van je zitkamer, de akoestiek van je eigen zitkamer. Zeg maar, je hebt echt weer zin om in het Concertgebouw te spelen. Is natuurlijk een extra beloning, want je krijgt ook heel veel terug van de zaal en van de geweldige muzici die natuurlijk meespeelden. Dat was ook een hele leuke samenwerking. Het lijkt een simpel instrument, een blokfluit. Javanka en ik hebben ook allebei blokfluitles gehad vroeger. We zijn minder weggekomen dan jij. Is dat een voordeel wat je heel vaak hoort? Want het is wel een simpel ding. Ja, het is makkelijk om er geluid uit te krijgen. Ik denk dat dat ook is waarom het is gebruikt als schoolinstrument veel. Omdat het je kan ook heel goedkope blokfluiten kopen van plastic. Dus al die aspecten dragen. Maar ik denk dat het lastig is om er echt mooi op te spelen. En dat is ook misschien waarom het instrument zo'n slecht imago heeft. Omdat veel mensen zich nog herinneren het niveau waarop zij de blokfluit hebben verlaten. En dat ze denken dat dat alles is wat er mogelijk is met het instrument. Maar de meeste mensen hebben bijvoorbeeld nog nooit op een houten blokfluit gespeeld. En die weten niet dat er 6 eeuwen aan origineel repertoire is geschreven voor het instrument. En dat er eigenlijk veel meer aan vast zit. Het heeft een enorme geschiedenis. Jij debuteerde onder toezicht oog van Dominique Seldes, jurylid bij het tv-programma Maestro, maar vooral contrabassist van datzelfde Concertgebouworkest. Ja, yeah, Dominique, welcome. Thank you. You prefer to speak English. Yeah. But we do know you understand Dutch. Yeah. So we're going to do this in Dutch. Yeah. And then... Yeah, it's you that's got the problem, not me. Yeah, yeah, yeah. You can switch. Good luck. I yeah, will switch. Off you go. What was it like for you to perform with her, such a young talent? Well, I mean, you know, when we say young talent, I have underbrook that are older than her. I mean, you know, this is. I mean, she's properly young, and it's kind of weird because I've known Lucy. Because I joined the orchestra 11 years ago, so she was a little tot running around. Because her father, right? Is her your father colleague. is the solo mini bass player or cellist. Cellist. So of course we're very close colleagues, and of course I've known the family, and there he is, lovely Gregor, and who when I grow up I want to be just like him. I'm just saying, because he's a terrific guy. But you saw her develop growing up and grow then suddenly, and flourish, and then suddenly sort of out, and you know, you chat with your colleagues, how are the kids, blah blah blah, and Gregor has always said the same thing about both of his children, because Casper is also an amazing violinist, that he doesn't really know how they do it. And so what we've got here, and I'm going to say this, and I know this will embarrass Lucy because she's incredibly modest, but what we've got here is a Dutch-born, bred, schooled, unbelievable, rare talent. Mm. And it's so fantastic that the Netherlands Music Prize has given this to somebody who really deserves it, who's using it to better her career.
and has no idea that how brilliant she is. And when you're as old as I am, you see them, a lot of them. And Lucy is absolutely at the top of the pile. And really, it's very exciting for us to see what's possibly coming from her in the future. And she'll be back with a full haul, God willing. Yeah. And, you know, we can really rock and roll then. Because what makes her unique? Well, first of all, what you may not know about Lucy, forgive me for talking over you, Lucy, but it's what I do. No, all nice things. She's an amazing recorder player, block flute player, but actually she's also an incredible pianist. And she sings. But, I mean, just today you were rehearsing with a singer accompanying, and this is not just an instrumentalist, this is a musician. And it's so lovely to see. And it's really, it gives us all hope when you see this kind of talent being nurtured and really well looked after. And the Netherlands is really good at this. They really look after their own talent and just let them grow at their own speed. And because it's such a small country, so we must treasure these jewels and look after her. And it's really exciting. Great. Let's talk about the instrument briefly, because it's... You need to now go into Dutch, by the way. No, both. Oh, you're carrying on with me. Both of us. All right. Yeah. What is it about the recorder that not a lot of musicians... A lot of musicians maybe start off with the instrument and then leave it. Or they move on to to a real instrument. That's Why do you think that is? Well, they start with an instrument because it's easy. It's easy to make a noise. And then you realize it's very difficult to actually make a nice noise. And at that point, you put it down and go and play football. And that's what happens. So it's a great way, if you want to see whether your child is at all musical, start them on the recorder. It's super easy. They can play a tune. Maybe, Lucy, you can play us a little tune, like a super easy... Just pick one. okay, you know, I will there do it is. Pick a flute, any flute. Yeah. Want heb jij getwijfeld van, zal ik met dit instrument doorgaan of zal ik overstappen op een ander instrument? Nee, want ik werd nooit geconfronteerd met dat vooroordeel dat er dus bij heel veel mensen bestaat. Omdat ik van jongs af aan door mijn ouders echt gewoon gestimuleerd werd om te doen wat ik leuk vond. En bij wat ik leuk vond was meteen de blokfluit. Dus ik was meteen helemaal gek. Ja, klopt. Bij de ouders inderdaad cellisten van beroep. En is er genoeg repertoire? Zeker, ja. Ja, je moet, wat het leuke is aan blokfluit is dat je zeg maar om de hoek moet kijken. Het ligt niet voor het oprapen. Je moet inderdaad iets verder kijken dan je neus lang. Ik denk voor een instrument als bijvoorbeeld viool of piano is het repertoire al... is er meer een soort van standaard practice ontstaan van repertoire dat gespeeld wordt. En daar kan je een heel leven bezig zijn met het repertoire dat al bekend is spelen. Bij blokfluit moet je iets meer op zoek gaan. Maar dat zorgt er ook voor dat je creatief gezien wordt uitgedaagd. En er is heel veel hedendaagse muziek, wordt er op dit moment gecomponeerd voor het instrument. Dus het is ook echt aan een opmars bezig. Dus je ziet de toekomst ook heel positief van het instrument. En je bent pas 20, maar je speelt al een flink tijdje. Laten we even kijken naar een beeld van lang geleden. Hier was je 9, geloof ik. Ik weet het niet precies. Ik denk 9, ja. 9 of 10, 9 of 8. Ja. Was het voor jou moeilijk als kind om... je ouders waren natuurlijk allebei muzikus. Om je eigen ding te vinden, je eigen instrument of je eigen stem. Ja, heel erg. Ik denk dat die identiteitscrisis, als je het zo wilt noemen, is nog erger als je geboren wordt in een muzikale familie. Want dan denk je van, ben ik er alleen maar mee begonnen omdat ik er op jonge leeftijd mee geïntroduceerd werd. Tegelijkertijd realiseerde ik me al heel snel dat het heel veel waarde aan mijn leven heeft toegevoegd. Dat ik iets kan doen waar ik zoveel passie voor heb. En ik gun dat heel veel andere kinderen, die misschien niet in de gelegenheid zijn om een instrument uit te kiezen, omdat dus het muziekonderwijs bijvoorbeeld niet overal op elke school zo vanzelfsprekend is. Dus ik zie het eerder als een taak om mensen de keuze te bieden. Ja. En ik had die keuze. En jij hebt lef, want die prijs werd uitgereikt vorige week. En je ging gewoon de minister van Engelshoven hier naast je stond. Die heb je streng toegesproken van jullie selecteren bij de overheid helemaal niet goed als jullie je geld uitgeven. Jullie doen veel te veel aan diversiteit, aan hippe muziek en zo. Geef nou gewoon geld aan mensen die een talent hebben.
en laat ze dat talent ontwikkelen. Ja, ik denk, ik denk dat kwaliteit voorop moet staan. En dat als iets van intrinsieke waarde is, dat je dan elke kunstvorm even groot bestaansrecht zou moeten geven. En we zijn een hele diverse samenleving en dat is superbelangrijk dat dat ook wordt weerspiegeld in de kunst die er is. Maar dat wordt het, want er zijn heel veel ensembles die inderdaad zich daarop richten en aan crossovers doen en hele creatieve projecten bedenken. Maar het moet geen reden zijn dat andere ensembles letterlijk worden opgeheven. Want dat is wel het geval. Dat is wat het gevaar wat er nu dreigt. Dat is een nieuw advies van de Raad van Cultuur, hè? Ja. En daarin worden hele goede ensembles niet langer van geld voorzien? Ja, zelfs de ensembles die met mij samen speelden tijdens het uitreikingsconcert van die Nederlands Muziekprijs. Mm. Capella Amsterdam, het koor en het orkest van de 18e eeuw. Beide ensembles hadden net te horen gekregen een paar dagen daarvoor dat hun beide subsidieaanvragen, hoewel ze een positieve beoordeling kregen, waren hun subsidieaanvragen negatief beoordeeld. Dus ze zeiden, de artistieke kwaliteit is er, maar jullie hebben niet experimenteel genoeg programma of ja, wat het ook is. Dus ik vind dat dat verkeerd is. Er is gewoon te weinig subsidie als het betekent dat ensembles die al zo jarenlang onderdeel uitmaken van het culturele leven opeens worden afgekapt en met opheffing bedreigd worden. Mm-hmm. Is she a good ambassador? Yes, very much so. I mean, what every word she says makes absolute perfect sense. Mm. Quite 100% agree with every single word. Miss her speech also? Yes. Okay. Yes, I mean, you know, what she says is the truth. And it's lovely to hear. I was so surprised by all the reactions I got from other musicians. I didn't even realize that my speech would be spread so widely in the musical world. I think it's just that a lot of musicians feel in this time that they are not seen and that their voice is not heard. There's not often... Oh, sorry, nu ben ik om het Engels aan het praten. Sorry. She fell at the first hurdle. Er zijn niet vaak muzici op deze plek waar wij nu zitten. Dus er wordt niet heel veel aandacht besteed aan mensen die zelf onderdeel uitmaken van de culturele sector. Die hebben meegemaakt wat de impact is van de coronacrisis voor ons beroepsleven. Ja. Dus ik denk dat daarom ben ik jullie ook heel dankbaar dat wij hier nu zitten. Want het is echt nodig dat die muzici een stem krijgen. Ja. We gaan naar je luisteren. Je gaat voor ons spelen. Je mag vast naar je plek lopen. Dan ga ik nog vertellen wat je gaat doen. Okay. We gaan genieten van Geek uit Partita nummer 3 van Johann Sebastian Bach in de bewerking van Frans Bruggen. We doen even alsof er gewoon nu heel veel mensen staan. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van Op 1 voor vanavond. Morgen zitten hier Carrie en Charles. We bedanken onze gasten. Tot morgen. Een hele fijne avond.